Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Alle gezondheid en ook alle sportieve succes toegewenst. Ja, dan heb je eigenlijk alles al gezegd, hè? Dat was het. Nou, dankjewel. Te beginnen, de nieuwe speler die erbij is, Joey Slegers. We hebben hem zojuist gesproken. Hij was erg onder de indruk van uw belletje. Ja, soms moet je een belletje plegen om iemand te krijgen. En hij heeft natuurlijk vorig jaar bij Eindhoven bewezen dat hij goals kan maken. We zijn namelijk nog te veel afhankelijk van onze spitsen. Dus dat is wel handig dat we ook een speler erbij krijgen die ook een goal kan maken. Heeft u los van Slegers nog meer belletjes gepleegd? Nee. Ja, wel. Maar die waren niet positief. Maar niet, in ieder geval niet voor die positie, laat ik het zo zeggen. Hey, want als wij het een klein beetje mogen invullen, dan zoekt u nu nog een centrale verdediger, een keeper en een buitenspeler. Zoveel heeft u niet gebeld? Nee, dus het is niet zoveel. Kan het? Dat weet ik ook niet. In ieder geval hebben we nu met Joey, met Ignacio, heeft hij gelijk actie ondernomen. Dat heeft hij goed gedaan. Dus we kunnen kijken of er nog iets kan volgen. Dat heeft Edwin Rijtjes toegezegd. 1 sowieso. Waar ligt dan voor u de prioriteit? Ja, het heeft zo weinig zin om dat nu, want ik weet helemaal niet of het lukt. Dus nu doe ik het met deze groep. En als er nog 1 of 2 bij komen, is mooi. Ja, komen ze niet, dan gaan we het met deze groep doen. Hoe fit is deze groep richting de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar? Nou, er zijn sowieso een aantal spelers niet bij. Ook met blessures en griep en dat soort dingen. Dus, maar oké, die jongens die nu spelen, die krijgen de kans. En laat het maar zien. We zijn nu 4 weken bezig. Ze weten een beetje wat ik wil. En ik denk als speler zijn, als je de kans kan krijgen, dan moet je het ook laten zien. Nog 1 wedstrijd en dan begint het grote werk. Ziet u dat zelf ook zo? Nee, eigenlijk begint het morgen. Morgen moeten ze het laten zien. En er komen hier weer een aantal belangrijke spelers terug. Dat is voor het elftal heel goed. Maar ja, daarnaast zijn Weinburg, Klas, nog een paar jongens. Zijn er gewoon niet, dus dat is wel zonde. Ook Ricardo Kiesna is er niet bij de groep. Die traint wel apart. Wat schort er bij hem aan? Nou, we hebben daar met een afspraak gemaakt dat hij eerst moet zorgen. En daar was hij het helemaal mee eens. Dat hij fit zou worden. En dan kunnen we kijken of we hem kunnen gaan belasten. En niet belasten nu met wedstrijden als het niet gaat. Eerst zorgen dat hij fit wordt. Dat is een conclusie die u getrokken heeft na die wedstrijden dat hij wel gespeeld heeft. Nou, niet alleen aan die wedstrijden van mij, maar ook wat er hiervoor is gebeurd allemaal. Dan de punt van de aanval. Een spits die 3 keer scoort in de laatste oefenwedstrijden. Of je voormalig topscorer, wie gaat er spelen? Ja, Mario. Maar Thomas is er wel bij, dus dat is wel, geeft een heel prettig gevoel. Heb je wat op de bank zitten? Ja, sowieso. En dat gaat ook per dag beter. Dus hij is er ook bijna 5 weken uit geweest. Dus je wil wel graag. Maar het moet wel kunnen.